Hartelijk welkom, Hadimisha 2.0, met alweer een gast en met een glaasje champagne. We zijn heel erg blij dat Ann Swartenbroeks vandaag onze gast is. Dag Ann. Hey, dag Misha. Laat ons drinken. Ja, klink. Op jouw gezondheid. Tik, 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 tik. Dat is te ver en gevaarlijk met al die apparaten. Ja. Dus op jouw gezondheid en op jouw aanwezigheid. Dank je wel. Het was eigenlijk al zo lang geleden besproken dat jij zou komen, maar je hebt het zo druk gehad de laatste jaren dat het er nog niet van gekomen was. Maar nu ben je er wel. Ja, ik ben blij dat ik hier eindelijk ben. Ja, en meteen al in de nieuwe studio, die er ondertussen al wel een jaar is, maar je bent hier nog geweest in een kleine studio. Het is mooi, ik vind het ongelooflijk mooi. Knap, hè? En ook proficiat, want ik heb gehoord dat jullie eigenlijk ongelooflijk goede kijkcijfers hebben. Dus ja. Chapeau. Ja, dank aan de kijkers, hè, dat ze afstemmen op men, dat ze ondertussen weten waar men zit. Voilà, nog kijken, nog meer, nog meer. Anne, we beginnen ons programma altijd met het DNA van onze gast. Mm-hmm. En ik zeg, wat moeten wij weten van Anne Swartenbroeks? Vertel eens. Goh. Het schijnt als baby dat ik nogal een heftig kind was. Alleen als baby? Volgens mij ben je dat altijd zo gebleven. Het is er nooit uitgegaan. En dat klinkt misschien raar dat ik eigenlijk liever een jongen was. Toen ik klein was. Was dat omdat je had een oudere broer? Wilde ik had een je oudere daar, broer, maar ik vond eigenlijk alles wat de jongens deden veel leuker. Ik wou voetballen, ik wou in bomen klimmen, van daken springen, weet ik wat allemaal. Dus ik was nogal een felle. Dus in principe, laat ons zeggen, vader, moeder, meisje, jongen, hè, schone koningswens, mannen, hè, manneke, vrouwke. Ik denk dat mijn mama gehoopt had op de echte koningswens, maar ze kreeg dan als tweede kind een halve jongen. Ja, maar je zag er zo niet uit, hè? Nee. Ja. Je zag ik had ook altijd een kort kopje zo, stoer. Ja. Altijd shortjes, jurkjes. Oh nee, dat wilde je niet. Nee. Maar we hebben waarschijnlijk al wat foto's gezien ondertussen waar jij als baby op zat. Ja. En je zegt, je was al een druk kind eigenlijk dan. Hè? Het schijnt dat ik nogal een drukke was. En ook behoorlijk koppig. Dat is wat er wel uit. Wat een vieze blik, hè? Ja. Maar mijn papa nu zegt altijd dat ik ook een vrolijk kind was. Ja. Dat ik echt kon. Een positieve energie in de ruimte. En heel veel zotte ideeën. Altijd bezig. En dat is altijd gebleven. Ja. Ik hoop het dat dat nog blijft. Wat deden jouw ouders? Wat was hun beroep? Eigenlijk stonden mijn mama en papa allebei in het onderwijs. Maar mijn papa, toen mocht dat nog, is op 50 jaar op vervroegd pensioen gegaan. En dan heeft hij zich volledig toegelegd op boeken schrijven. En scenario's ook. En scenario's. Ja. Wat was er eerst, boeken en dan scenario's? Eerst cursiefjes, kleine verhaaltjes, boeken, scenario's. En jij bent uiteraard, je hebt een opleiding gehad. Je bent naar de lagere school geweest, dat doen we allemaal, naar middelbare school. En dan? Bon, toen kwam het moment om te beslissen wat ik zou moeten gaan doen. Omdat ik zo actief was en ik deed heel graag sport, dacht ik sportkot. En dan, Misha, dan dacht ik ook het leger. Het leger? Ik wou naar het leger. Ja, en dat kwam gewoon omdat ik stoere filmpjes zag van jongens en ook vrouwen. Die zo, echt een beetje gelijk in de film, hè. Stoere dingen, dat wou ik ook. Ik was goed in wiskunde. Maar uiteindelijk de liefde voor theater. Want we hebben ergens een foto, ik weet niet of we die al gezien hebben, waar jij met een gitaar een clown nabootst. Ja. Zat dat toen al daar al in? Eigenlijk, mijn eerste stappen op theater waren op mijn 12 jaar ongeveer. Ja. Ik zong in een koor, een jongenskoor, ook nog eens. De lustige heivinken. En daar zong ik bij. En op een bepaald ogenblik deden die een musical. Ja. Maar omdat ik er toch als een halve jongen uitzag, mocht ik erbij. Niemand zag dat. En ik kreeg de hoofdrol. Ook nog. En daar is eigenlijk een klein beetje de microbe begonnen van wow, op een podium staan, mensen kunnen bereiken, aandacht enzovoort. Ja. Dat wil ik doen. Okay. Dus sportkot, leger,
Nee. Forget it, ja. Ik ben naar Antwerpen gegaan. En naar Antwerpen, dan bedoel je naar de toneelschool. Ja. Was dat dan de studio of was dat... Dat was conservatorium. Conservatorium, ja. Goed. Zover zijn we al, maar we gaan nu even muziek draaien. En je hebt ook een hele goede band met Soul Sister. Tenminste toch met Jan Leijers, want die heeft later... We zijn een beetje aan vooruitlopen. Al de cd's van al de cd's van de, ja, geproduced. He, dus dat was een ongelooflijke periode. Ja. Jan heeft dat ook top gedaan. Ja. En dus, we hebben heel vaak samen op podia gestaan. Ja. Dus de Championettes en dan kwam ook Soul Sister. En dat blijft bij mij, als ik dat liedje hoor, dan kan ik eigenlijk niet blijven stilzitten. Ik ga proberen om je stil te houden. The Way to Your Heart. Terug in de studio met Ann Swartenbroeks, die vandaag onze gast is. Ann, we zijn gekomen aan het conservatorium. Dus de sportkot en al die dingen, dat werd allemaal... meteen overboord gegooid en je bent naar het conservatorium gegaan. In Antwerpen. En wat heb je daar geleerd? Goh, wat ik vooral geleerd heb, omdat als je 18 jaar lang behoorlijk in een beschermd milieu in Limburg hebt geleefd en je komt als jong meisje in het grote Antwerpen, dan gaat je wereld toch wel open. Ja. Dus ja, uiteindelijk was dat zo op alle vlakken de periode van ontdekken. Vrijheid, blijheid. Niemand die zei, je moet om dat uur thuis zijn. Je deed wat je wilde. Voilà. Want dat was in de jaren 90. Ik ben van 69 plus 18. Dus ja. Ja. Zo die, ja. Einde van de jaren 80. Ja. Ja. Nee, en dat was een heel leerrijke ervaring. Maar het was ook wel behoorlijk confronterend. Voor jezelf? Ja. Of wat? Wat was confronterend? Bijvoorbeeld, ik kwam van Limburg. Ik had 18 jaar met de huig R gesproken. Dus En ik weet nog dat ik binnenkwam op conservatorium en dat ze zeiden, oké, jij mag beginnen en je hebt 3 maanden tijd om een rollende R te leren. Als je het niet kan, terug buiten. Echt? Dus ik heb echt 3 maanden op mijn fietsje door Antwerpen heel de tour zitten doen. En ik las alle reclameborden, alle huisnummers. Ja. 3, zo 13, zo enzovoort. Om toch maar die rollende R te leren. En om dan te mogen de opleiding te beginnen. Dus dat was wel pittig. Ja. Je zei net, je komt uit Limburg. Uit Limburg. Dat kan je niet meer horen, hè? Dat kan je niet meer horen. Ja, hè? Toch wel. Als ik moe ben... Ah ja, maar ja, je bent nu niet moe, hè? Nee, nu niet. Denk ik toch niet. Nee, absoluut niet. Maar je ging wel op kot. Ik ging op kot. Ik vond dat fantastisch. Ik trad ook op. Ik wou dan... uiteraard een centje bij verdienen. Ik speelde gitaar, ik zong. En dan ging ik in cafeetjes op een podium staan en met de hoed rondgaan. Echt? En dat verdiende ongelooflijk. Aan de kathedraal in Antwerpen ging ik ook zitten, kleinkunstliedjes. En na een weekend had ik echt weekgeld om elke dag wel pintjes te gaan pakken en zo. Dus dat was echt wel heel tof. Dus eigenlijk ben jij een soort straatmuzikant geweest dan op dat moment. Absoluut. Ja? En mocht dat, kon dat, had je daar problemen mee op conservatorium? Want ik weet wel, mensen die een opleiding hebben in de kunsten, daar wordt meestal van verwacht dat ze dat soort dingen niet doen. Niet op een podium gaan staan of het moet al direct... Ik weet het. Het grote werk zijn. Heb je daar ooit tegenkantingen gehad? Ik ben eigenlijk tamelijk snel met kampioenen begonnen. Ah ja. Dus eerst mocht dat? Nee. Ik deed een monoloog op televisie. En door die monoloog werd ik gecontacteerd om auditie te doen voor de rol van Bieke. En ik werd aangenomen. Dus ja, dan moest ik toestemming gaan vragen, want ik zat in mijn laatste jaar conservatorium. Zoveel dagen opname elke keer. Ja. Nu, dat kon gecombineerd worden, maar... Ze hadden dat toen toch niet echt graag. En dat was toch een gevecht om het comedy. Ik bedoel, wij speelden stukken van Beckett. Het grote werk, hè? Het grote werk. Dat studeer je. En als je dan FC de Kampioenen doet, dat was... ik vond dat toch een moeilijk gevecht. Ja, ja. Maar ja, kijk, 30 jaar na datum... Kunnen ze er niet veel meer van zeggen. Nee. We gaan weer wat maar dat is ook veranderd. Ja, Uiteindelijk, ik denk dat nu wel. Ja. Omdat iedereen weet als acteur...
het is zo'n kleine vijver waaruit gevist wordt. Dus je mag al blij zijn als je in een soap, als je in een comedy... Dat je een rol kunt bemachtigen. Als je überhaupt een rol hebt. Ja. Dus gelukkig. Ja, ja. We gaan weer wat muziek draaien. En je hebt gezegd, er moet een liedje van Udo in zitten. Absoluut. En waarom? Omdat ik Udo eigenlijk de beste zanger vind die we in België hebben. Voilà. Udo, ik hoop dat je dit hebt gehoord. Han zegt dat je de beste zanger van België bent. En we gaan een liedje van jou draaien, Viens danser. Nog altijd Anne Zwartenbroeks bij ons in de studio. En we komen nu bij het grote werk, het levenswerk van 30 jaar. De kampioenen. We hebben hier een foto waar jullie allemaal op staan. En dat was de eerste persfoto die de BRT, toen nog BRT geloof ik, hè, ja, heeft uitgebracht. Ongelooflijk. Daar staan jullie allemaal op. Ja, 30 jaar geleden. Bijna 31 jaar geleden. Ja, ja. Iedereen is daarbij. 30 jaar was ik... je begint daaraan. Ze vragen om auditie te komen doen en ze zeggen... We zijn van plan om iets te maken wat misschien 3 jaar gaat duren. Is dan 30 jaar geworden. En ik dacht op dat moment, 3 jaar, dat vind ik lang. Hoe moet ik dat wel doen? En mijn papa en mijn mama zaliger, die heel bang waren dat ik voor het beroep van actrice gekozen had. Die zeiden, doen, kom aan. Als je een job hebt, enzovoort. Want jullie waren ingeschreven. Dat was allemaal keurig netjes geregeld. Hè. Dat was niet op basis van freelance. Hè. Dat was ingeschreven. No. Toen nog niet? In het begin de jonge garde nog niet. Ah. De oude garde... Wat jou zeggen, dat weet ik. De oude garde, die waren bij het dramatisch gezelschap. Ah, die waren daar al, ja. En de jonge garde werkte 6 maanden. En die andere 6 maanden gingen wij doppen. Of gitaar spelen op straat. En met een hoed rondgaan. Met de klak rondgaan. Ja, echt waar. Ja. Je bent bij de kampioenen begonnen. En één ding... is mij altijd een raadsel geweest en gebleven. Je hebt een relatie gehad met Jacques Vermeire in de periode dat je bij de kampioenen zat. Maar daar is nooit ruchtbaarheid aan gegeven. En als je dan nu, als je dat vertaalt naar nu, moest dat nu zijn, dan stonden jullie op elke cover, dan zaten ze in de bosjes met een telelens om jullie te volgen. En eigenlijk is dat nooit, dat is eigenlijk nooit uitgekomen. Gelukkig toen. Nee, gelukkig toen, omdat dat is dan zoiets speciaal, uniek, niet evident, dat wij absoluut toen niet de behoefte hadden om daarmee naar buiten te komen. Dus dat was eigenlijk jullie eigen keuze? Ja. Want wij in de business wisten dat wel, maar de pers wist het, maar wij vroegen aan de pers, kom. Is niet houd belangrijk. Dat stil. Ja, okay. En dat was ook okay. Want dat zou nu niet meer kunnen, hè? Nee. Houd dat stil. Maar ik vind dat ook... Ik vind dat jammer hoe dat geëvolueerd is. Hè? Ja. Dat je inderdaad niks kan stilhouden. Ook voor ons toen, want... Oké, dat was in die fase van mijn leven... was dat echt een mooie periode. En je kreeg tenminste de kans om uit te zoeken, werkt dat niet. En ook in wat je wil. Zonder dat er meteen een druk op zit. Ja. Ja. Want dan ben je toch nog verliefd geworden op iemand anders. Je bent naar de Malediven gegaan. Je hebt daar onder water... heb je daar een diepzeeduiker tegengekomen? Ja, en die heb je meegebracht. Ik ben verliefd geworden op een Duitse duiker in de Malediven. Onder water. Dus dat klinkt zo fout. Fantastisch. Ik vind dat prachtig. Ja, dat was ook zo juist. Op een bepaald moment voelt je het. Biologische klok was ook aan het tikken. En dat was een coude foudre. Ja. Goed, maar hij is meegekomen naar... Hij is meegekomen. We hebben 2 kinderen gekregen. En oké, die relatie is dan fout gelopen. En dat is jammer, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel. Altijd, iedereen, hè? Ja. Iedereen die begint... Maar je evolueert en misschien zijn jullie allebei naar een andere kant. Hij is terug het water ingedoken. Ik ben uit vliegtuigen gaan springen en hij is terug. Ja, want jij was wel een nog altijd die durval, hè? Ja. Van in de tijd dat je naar het leger wilde gaan, hè? Ik heb dat nog altijd in mij. Dan moet je vragen aan Tom Waas of je eens mee mag doen aan zo'n kamp. Eigenlijk was ik vroeger
de voorloper van de vrouwelijke Tom Waes. Eigenlijk een beetje wat Saartje nu doet. Ah ja, Saartje van den Driessen. Ja. Ah ja. Dus eigenlijk was jij een Durval en dat heb je nog wel een beetje. Maar ja, ondertussen... Beetje even, ouder geworden. Ja, even over jouw kinderen. Ja. Want je hebt een jongen en een meisje. En van Yara weten we dat zij ook wel talent heeft. Want zij hebben een liedje gemaakt. Zij en een vriend van haar. Ja, niet haar vriendje, maar een vriend. En dat was, we zien jou hier met je dochter. Ah, ja. En je hebt ook een beeldband meegebracht van dat liedje. Zullen we daar samen naar kijken? Ah, wel heel graag. Ja. Ja. En dat is Stand By You. Nog altijd Anne Swartenbroeks bij ons in de studio. En we hebben het al over heel veel dingen gehad. Maar we hebben nog niet gehad over het feit dat zij ook heel goed kan zingen. Ah ja. Want je hebt een album gemaakt. Je hebt op podium gestaan. Je hebt al wel gezegd dat je met je gitaar... op de straat stond te zingen, maar dat was meer een jeugdzonde. Maar je bent toch eigenlijk wel in theater gaan werken. Je hebt een theatershow gedaan met jouw liedjes. Ja, dat klopt. Dat was, die fase ben ik eigenlijk voorbij. Totaal? Goh, het zingen is onder de douche. En als ik vuurtjes stook doe buiten, wat eigenlijk niet mag... dan kan ik mijn gitaar nog eens boven halen. Kampvuur. Kampvuurmomentjes. Het Giro-meisje in mij komt dan terug naar boven. Dat was ook een bepaald moment in mijn leven... dat ik dacht, ik wil zingen. Ja. Ik wil niet alleen acteren, ik wil ook zingen. Ja, maar ja, als je kan zingen en je hebt een stem... en je hebt de mogelijkheden om daar iets mee te doen... ik zie niet waarom niemand steracteur, sterartiest heb jij meegedaan. Dus en daar is dan alles uit verder gekomen. Maar uiteindelijk heb jij daarnaast ook nog in theater gewerkt. Ja, en als ik nu als actrice, toen ik op mijn 18 jaar naar het conservatorium ging... ging ik niet daar naartoe om... in een televisiereeks te spelen en bekend te worden. Nee, waarom doe je dat? Om te spelen. Ja. Om eigenlijk hetzelfde als je als kind in een verkleedkoffer gaat duiken... iets aan te doen, hoedje, hup, en nu ben ik deze persoon. Ja. Dus op een bepaald ogenblik, na een aantal jaren televisie... dacht ik, ja, maar... Je miste dat. Waar is zo echt dat buikgevoel? En ja, dan wou ik terug in theater gaan. Ja. En terug het contact voelen met het publiek. Het publiek en dan de respons. Ja. Want in het begin bij de kampioenen was er nog publiek. Ja, toen was het nog laat je publiek. Nog een klein dat beetje. Was 4 jaar. Prima, daarna was het... En toen was dat gedaan. Ja. Dan wordt dat louter. Ja, je kent het. Tape, ja. Er wordt gelachen op de band. Ja. Of in het begin werd het ingelachen nog. Dan kwam publiek naar de studio, kreeg de aflevering te zien en wordt ingelachen. Ja. Maar ik miste het directe contact, altijd het gevoel van een première. Ja. Je moet het goed doen. Ja. Je kan niet zeggen, oh, ik heb gedoddeld, we doen het nog eens opnieuw. Nee. Dus dan ben ik echt even wel terug naar theater gegaan. En op een bepaald ogenblik waren er zelfs geen aanbiedingen. Dat is ook de realiteit, want dit kopje, wat ik ook doe... kwam mee met mijn haar nu kort knip of niet, dat is nog altijd Bieke. Ja. Dat is allemaal, dat is Bieke. Maar, nu, de dag van vandaag zou dat eigenlijk positief werken. Moest je nu in theater gaan, omdat op een bepaald moment draait dat weer. Hè? Dat men zegt, bekende koppen van tv krijgen ook publiek in de zaal. Dus misschien moet je daar toch nog eens over nadenken om iets te gaan doen. Maar ik zit nu in de volgende fase. Ja, klopt. Dus even terug. Ja. We hebben dus gezegd zingen. Mm-hmm. Dat doe je dan, daar hebben we het zelfs nog over met de championnets. Dus je hebt dat toch nog kunnen doen. Maar je bent ook op een bepaald moment door je vader opgeleid om scenario's te schrijven. Eigenlijk niet opgeleid door papa. Nee? Dus mijn papa, want het is ook zo een fout idee van de mensen dat ik door mijn papa bij de kampioenen ben geraakt. Als actrice? Nee. Dat is omgekeerd. Ja. Ik werkte al bij de kampioenen en toen werd papa gevraagd om ook scenario's te schrijven. Maar goed, ik heb wel het met de paplepel eigenlijk binnengekregen. Ja, ja. Als kindje al de boeken enzovoort. Dus de interesse was groot en ik las de scenario's en... op een bepaald ogenblik, ik denk dat kampioenen 12 jaar bezig waren... toen dacht ik, ik wil dat ook. En ik denk dat ik dat kan. Ja. En toen heb ik onder een andere naam een idee... een tamelijk uitgewerkt idee... opgestuurd naar de VRT. En ik heb gewacht op een reactie. Ja.
En ik kreeg een reactie terug van, wij willen Martin. Martin Moermans, dat had ik nooit vergeten. Dus via het postadres van een vriendin. En die kreeg een mail. Martin Moermans, we vinden je verhaal fantastisch. We willen heel graag. Uitwerken, ja. Dus ik wou het ook gescheiden houden. Ja. Niet van aan Zwartebroeks gaat dan. Ja, en toen ben ik opleidingen beginnen volgen. Maar ook internationaal. Ik ben in Londen een cursus gaan volgen. Ja, want uiteindelijk, je moet weten, vooral comedy, dat moet altijd op de zoveel... Het is techniek. Om de zoveel tijd moet daar een lach zijn, of de mensen haken af. Hè? Ja, dus en het begint bij... Alles begint bij het scenario. Ja, alles begint bij een idee. En synopsies, dat vond ik heel boeiend. Als acteur ben je uitvoerder. Ja. En als scenarist creëer. Heb je het in de handen. Ja. We hebben het daarnet gehad eventjes over het zingen. En vermissen we natuurlijk vanzelfsprekend de championets ook op de draaitafel hebben liggen. Kijken en luisteren we nu naar de kampioenenjubilee. De championets, en wat een succes was dat. Je kon eigenlijk geen enkel podium in Vlaanderen zien of jullie stonden daar geboekt. Ja, dat was toch een zotte periode, denk ik. Ik denk dat wij 2,5-3 jaar hebben rondgetoerd. Alle podia hebben gedaan, alle kermissen. En dat was fantastisch, want overal waar we kwamen, werden de mensen gewoon... Gek. Maar het is ook zo, dat was dan de periode dat jullie niet opnamen. Hè? Want dat was altijd de zomer. Hè? Al die podia en de festivalletjes hier, festivalletjes daar. En dan lagen eigenlijk de opnamen van maar de kampioenen. Weet je, Michel, wat ongelooflijk was? Nee. In de beginperiode hadden wij maar één nummer. Ja, natuurlijk. Dus wij werden geboekt. En dan kwamen we ergens toe en dan riepen de mensen... Bis. En het enige wat wij konden doen, was opnieuw dat nummer. Want wij zongen ook niet live. Nee. Wij zongen mee, maar niet live. Ja. Dus het was niet zo van... we schudden hier nog iets uit ons mouw en we gaan nog een ander nummertje. Nadien hebben we een cd opgepakt enzovoort. Dus en dat was eigenlijk makkelijk geld verdienen, hè, Anne? Echt, want er werd veel voor betaald, hè, voor de championets. Die periode, daar heb ik heel veel reizen van betaald. Ja, want jij bent... Ik was echt nog piepjong toen. Dat was zo 22. En met het geld wat ik met de championets verdiende, dat spaarde ik. En daar maakte ik dan weer een enorme reis. Want je ging samen met Anne Tutse overal naartoe. Hè? Jullie hebben heel de wereld gezien. Anne en ik hebben elkaar echt pas leren kennen bij de kampioenen. En wij voelden bij elkaar dezelfde microben om te reizen. Maar wij deden zotte dingen. Wij kochten in Vietnam een motto, 250cc, een Russische Minsk. En dan gingen wij 2 maanden met de motto en een rugzak. Up, heel dingen. Vietnam doorkruip, Peru hebben we gedaan, Australië. Ja, dat was fantastisch. Geweldig. Geen kinderen, op nog moment, niet. Geen nog verantwoordelijkheden. Nee. Ja, nee, maar dat, je moet het doen op het moment dat je er zin in hebt en dat je geen verantwoordelijkheden hebt. Absoluut. Ja. We zien een paar foto's terwijl we erover babbelen. Voilà, over, dat was in Peru. Ja. Die auto heeft het dan een week later begeven. Als ik hem zo zie, zou ik eerder denken, het is in Cuba, maar het is niet. Nee. Ja, het was in Peru en dat was, dat is fantastisch. Ja. Nog even terug naar jouw liefdesleven, want dat vind ik ook wel heel belangrijk. Ah, ja. Je bent dan op een bepaald moment, heb je dan je kinderen gehad, je bent gescheiden en dan ben je echt de man van je leven tegengekomen. Hij is er trouwens bij vandaag. Ja. En ik zie hoe bezorgd hij is en hoe hij met jou bezig is. Dat straalt echt grote liefde uit. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Want hij zit ook in... Ja, hij is ook een acteur. Hij is ook scenarist. Hij schrijft ook. En het straffen is, wij kennen elkaar... We zien elkaar. Trouwens een foto hier van jullie beiden. Daar, voilà. Vurkenstok, ja. Wij kenden elkaar niet. Ook niet via theater. Het is een heel klein wereldje, maar we waren elkaar eigenlijk nog niet tegengekomen. Op een bepaald ogenblik nemen we... het huwelijk op bij de kampioenen. Mark en Mieke trouwden. En daar was een ceremoniemeester. Een acteur. En we beginnen te filmen. Ik had hem al gezien. Dat was voilà, in mijn trouwkleed met Markske. En daar was een man, het was ijskoud. En die man kwam, die een acteur, die kwam zo een vliezeke over mij heen leggen. En ik kijk in zijn ogen, dat was Guido. Mooie blauwe ogen heeft hij. Ja. Ja. En, en,
Hij was toen al bezorgd. Ja, in het kerkportaal van Emblem zijn we dan verliefd geworden. Hij 2 kinderen, ik 2 kinderen. Nieuw samengesteld gezin, wat in het begin niet evident was. Maar door de jaren heen heel fijn is geworden. Trouwens, je hebt ook al en kleinkinderen. Plus kleinkinderen. Langs Guido. Zijn kant, Roxanne heeft Ziggy en Joey, waar ik meter van ben. Ja. Dus dat is heel tof. Ja, dat ja, maar je ziet het ook dat jullie gelukkig zijn. En dat brengt mij bij jouw boek. Tada. En ik weet... Mama, dat is mijn kindje. Dat is een nieuw kindje. Hè? Een nieuw kindje, we gaan daar zo dadelijk uitgebreid over praten. Maar we gaan eerst nog wat muziek draaien. En dat is een nummer geworden van Comme il faut. Dat heb jij ook gebruikt in dit boek. Ruimtevaarder, Meester Frank. Dat kent iedereen, dat is een prachtig liedje. Dat is fantastisch. Je hebt die tekst ook gebruikt in Dupje. Ja, dat daar klopt. Gaan we het dadelijk over hebben. Dupje, daar hebben we het over. En wie is Dupje? Dupje is een 10-jarig jongetje met een gouden hart, maar die altijd het dupje is. Hij haalt fratsen uit als kattenkwaad. Het is zo'n jongetje dat gaat alleen maar sympathie voor. We hebben hier trouwens een foto ondertussen. Die een blonde, dat is Dupje natuurlijk. Dat is Dupje, ja. Met een grote D. En wie is die ernaast staat? Een vriendje? Dat is Yazid, dat is een vriendje. Maar hij heeft veel vriendjes. Ah, ja. Dat is 1 tekening. De tekeningen zijn gemaakt door Dieter Steenhout. 22 heel jaar. Heel mooi. Top talent. Ja. Hoe absoluut. Heb je die gevonden? Het is eigenlijk een standaard uitgeverij die onmiddellijk enthousiast was toen ik aanklopte en ik zei, ik wil Dupje opnieuw tot leven brengen. Want Dupje bestond al. Ja. Het waren verhaaltjes van mijn papa, 32 jaar geleden. En er was een periode dat ik eigenlijk geen werk had en dat ik dacht, ik ga dat doen. Dupje is nog altijd populair. Heel veel mensen uit nostalgie zeggen, zeg, gaat uw papa niet nieuwe verhaaltjes maken? Zou je Dupje niet op televisie brengen? En ik dacht, nee, ik ga mijn papa dat niet vragen. Ik ga dat zelf doen. Ja. En ik heb toestemming gevraagd aan papa. Want jouw vader is ondertussen 85. 85. Voilà, dus ik zie maar die nog nu... jong, hoor. Ik zie die nu niet direct een nieuwe carrière ambiëren, hè. Nee, en toen ben ik naar Standaard Uitgeverij gestapt en heb ik gevraagd, zien jullie dat zitten? En dat was onmiddellijk enthousiasme alom. Ja. Dan zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe tekening, een nieuw manneke imago. Dat hip is. Ja, zo. Ja. De witte, een klein beetje de moderne witte van Zichem. Zo. Ja. En Dieter heeft dat ongelooflijk mooi gedaan. Ja. En ik ben beginnen schrijven en ik heb mij echt in die wereld van 10-jarigen verdiept. Ook niet simpel, hè? Nee. Terug. Eigenlijk putten uit ervaringen die ik had van mijn eigen kinderen, van mijzelf. Ja. En dan heel veel contact. Mijn broer geeft les ook. Ah, ja. Die zit ook in het onderwijs. Daar. In de lagere school? In de lagere school, derde studiejaar. Ja. En zo kan je wel verhalen bundelen en kleine sketchjes maken die het leven van Dupje bepalen. Ja. En je hebt dit nu als eerste boekje zelf. Ik veronderstel dat er een opvolger zal komen, want het loopt heel goed, hè? Het loopt fantastisch. Ja, ik ben echt blij. Ja. Want het is toch altijd zo'n sprong in het diepe, hè? Ik wist dat niet. Ik weet wel dat de dag van vandaag kinderen echt minder lezen. Ja. En ik vind dat jammer. Ja, ik ook. En ik denk, dit zijn dagboekverhaaltjes, zijn korte verhaaltjes. Het is ook op een met humor, met heel veel humor geschreven, heel herkenbaar. En dat is zo een klein beetje mijn bedoeling om kinderen dan toch via Dupje terug te lezen. Laten. Ja. Het is natuurlijk zo, heel veel hangt ook af van de school, hè? Als er daar leraars zijn, Nederlands en zo, die zeggen van, kom, ze moeten het maar oppikken, een verhaaltje voorlezen, een boekje in de bibliotheek. Ja. Ja. Absoluut. Ja, jouw kinderen zijn natuurlijk te groot om daar iets mee te doen. Die kijken nu, die lezen dat en die zeggen, mama, dat gaat over je hebt dat verhaaltje van mij hier verteld. Ja, het gaat over ons. Ja. We willen dat niet. Hè. Dan zijn ze te laat. Hè. Ja. Dus de inspiratie komt gewoon maar wat je hoort, je broer, je eigen fantasie. Nu, zo werkt het altijd. Hè. Scenario's is dat ook. Schrijven is altijd heel goed observeren, kijken, oppikken, onthouden. Eenzaam. En eenzaam.
Maar ik vind dat wel aangenaam. Want jouw man schrijft ook, hè? Mijn man schrijft ook, en doen jullie dat samen? Nee, absoluut niet. Nee? We hebben allebei apart een bureau. Hij schrijft met muziek. Ik wil absoluut de stilte. Ja, en zijn stijl van muziek is nogal luid, hè? Ontzettend luid. Dus ver genoeg van elkaar. Ja. En ja, bij mij moet absoluut stil zijn. En het is iets heel raar, inspiratie. Ze zeggen inspirare, het wordt u ingefluisterd. Ja. En je kan inderdaad een uur voor de computer zitten en denken wat nu... Voor wat dan ook, hè? Voor de kampioenscenario's. En ineens, bam, is het daar. Wordt het u ingefluisterd. Ja. En ben je vertrokken. En dat vind ik enorm boeiend. Goed. Ja. We gaan nog eens muziek draaien. En je hebt natuurlijk bijna vanzelfsprekend een liedje gekozen van jouw goede vriend Niels de Stadsbader. Uiteraard. Want ja, die is in de kampioenen groot geworden. Volwassen moeilijkheid, die is opgegroeid in de kampioenen. En ook groter. Je zei, doe dan maar. Een hele toffe gast die... ondanks al zijn succes nog altijd met zijn voetjes op de grond, staat. Heel sympathiek. En dat vind ik chapeau. Absoluut. Nooit alleen. Niels de Stadsbader, nooit alleen. Ja, Anne, het zit er al op. Maar, voor we afscheid nemen wil ik nog twee dingen weten. En dat is, hoe hebben jullie corona doorstaan? Jouw kinderen zijn niet meer thuis. Nee, die zitten op kot. Ja. En die zijn eigenlijk ook heel braaf daar gebleven. Ja. Die hebben gekozen van onze bubbel is op kot. Ja. En Guido en ik, wij zijn uiteraard, doordat we allebei scenaristen zijn, zijn we het wel gewoon om lang alleen te zijn. Ja. We hebben een prachtig woud, het Meerdalwoud, bijna achter onze tuin. Dus daar hebben wij vertoefd. En het was ook een periode die, na de dood van Johnny Voners, dat het wel een klein beetje nodig was om zo even terug te ademen. En, dus dat ging wel. Ja. Dus als ik zeg, de kampioenen, er is altijd nog zoiets van, gaat het nu nog wel, gaat het niet meer door en zo. Ik veronderstel dat jij... Ja. Voor mij is het gedaan. Voor jou is het gedaan. Absoluut. En ik hoor ook voor bepaalde acteurs dat die ook zeggen... Jongens, het is goed geweest. Het is een moeilijk afscheid. Ja, natuurlijk, altijd. Het is een familie van 30 jaar. Ja. Maar we zullen altijd die familie blijven. Ja, als je elkaar blijft zien vanaf het moment corona voorbij. Ja. En hoe is het met uw knie? Ah, wel goed. Heb je nog last? Oh, dat heeft lang geduurd. 1,5 jaar heb ik daarvan afgezien. Kine. Maar ja, je kon toch wandelen? Hè? Ik kon wandelen, maar ik heb een jaar met een brace rondgelopen. En dat was absoluut niet evident. Zeker voor iemand gelijk ik, die af en toe hyperkinetisch is. En wil lopen, springen, dansen enzovoort. Ja. Dus maar je was verplicht... Nu, verplicht om eerst platte rust, dan alleen maar zo van die stomme oefeningen. Ja. Maar nu is het voilà, jammer, ik heb er naar gekeken als je binnenkwam. Ik denk, zou ze nog manken? Want ze hadden hoge haksjes en zo allemaal. Dus het is allemaal opgelost. Het is in orde. Voilà. Anne, de tijd vliegt zo snel. Ik zou nog een uur met jou kunnen praten, maar helaas, onze tijd is op. Het was heel fijn. Ik vond het ook. Ja. Ik hoop dat jij... terug weer de rust vindt om weer creatief te zijn bij uw volgende tupje of weet ik veel wat je misschien... Je gaat misschien nog wel theaterstukken schrijven. Enfin, sky is the limit, zullen we maar zeggen. En blijf gezond. Ja, blijf gelukkig. Ja. En we zien elkaar wel. Hè? Dank u. Ja. En u kijkers, u bent ook bedankt. Blijf ook gezond, blijf ook gelukkig. En blijf kijken, zeker volgende week weer opnieuw. Tot dan.